Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg. Was Groningen, vierde puntje van, uit twee wedstrijden. Tevreden? Nou, vierde puntje uit twee wedstrijden en zeven uit drie, als je het doortrekt. Dus, goed, je bent natuurlijk niet tevreden met een gelijkspel, dat kan ook niet. Dat neemt niet weg dat de Excelsior gewoon vandaag er goed op stond. Ze zetten hoog druk, veel fysiek, veel grote sterke jongens. En zeker als zij de bal hadden, gewoon heel veel lange ballen op die lange nummer 9. Ja, en daar hadden wij wel moeite mee, zeker met de lopende mensen er dan omheen. Dus zonder dat ze echt gevaarlijk werden, zeker de eerste helft. Ik denk dat zelfs dat wij de eerste helft wel de bovenliggende partij waren. Dennis Kroonen die een paar keer gevaarlijk doorkwam. Gersom op rechts. Ja, dan moet zo'n voorzet moet goed vallen. Nou ja, dat gebeurde dan niet. Dus dan blijft het heel lang 0-0. Is het een beetje, had je een beetje een flashback naar de wedstrijd uit tegen Maassluizen in het verleden? Eigenlijk was dat een beetje dezelfde wedstrijd, ondanks dat we toen hebben gewonnen. Alleen dat was het ook niet je van het toen. Nou, in die wedstrijd zakte Excelsior Maassluis heel ver in. Dus dan zijn de ruimtes heel klein. Dat deden ze nu niet. Ze zitten nu redelijk ver druk vooruit. Dus wat dat betreft was dat een stuk gewaagder van hun kant. Maar goed, dat zeg ik net ook al. Daarom kwamen wij op de vleugels een aantal keren door. En dan moet je geluk hebben dat de voorzet goed valt en dat je een goal maakt. Ja, je geeft dat aan. Op de vleugels kwamen jullie ver door. Er werd ook weer aardig op de lange bal gespeeld. Sander Danes gaf zojuist ook al aan. Daar werden we toch enigszins tot gedwongen. Maar is dat ook de AAC wat we willen zien op de lange bal en op deze manier? Nou, nee, liever niet. Maar goed, jij zegt het zelf al. De tegenstander dwong ons, want ze zetten heel hoog druk. En als de tegenstander heel hoog druk zet, ja, dan heb je minder kans op een goede opbouw. Maar aan de andere kant, de ballen kwamen vaak via de linkerkant met een lange bal door richting Dennis of richting Gersom. Dus het is ook een manier. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Nou ja, dat is ook één. Los van wat je zegt, de voorzet moet gewoon goed vallen. Maar los daarvan was het op zich best wel effectief spel. Dat kan heel effectief zijn, zeker. In het begin van de tweede helft hadden we het heel lastig. Toen waren zij wat sterker. Maar ook de tweede helft. Ondanks dat het niet hoogstaand was, hebben we toch volgens mij nog drie goede kansen gehad. De bal van Stijnpool die net geblokt werd. De bal van Willem die hem net na zijn goal plaatst. En nog een bal van Hielke die met de rug naar de goal staat. Maar goed, alles bij alles denk ik dat een gelijkspel wel terecht is. Terecht, maar volgende week toch een terechte overwinning hoop ik voor ons. Nou, dat zou heel fijn zijn. Daar gaan we voor. Ja, dank je. Dit is HHCTV. Mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Studio 28. Bedrijfsfilms, commercials en animaties. Hey, we zijn van HHC. Oh, 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 oh. Wij zijn de club in oranje en zwart. HHC Hardenberg.